Deze was echt de ergste. Alles lag gewoon op een hoopje. Kerstspullen, oh my god. Herfstdingetjes. I am happy. I'm gonna show you love, maniac, sick kid, psychopath. Yeah, I'm gonna show you, I'm gonna show you. Yeah, I'm gonna show you. Hey, ik ga vandaag mijn kamer een makeover geven. Ik zit er nu in mijn kamer en het is redelijk rommelig. Allee, het is al erger geweest. Want ik ben al heel de dag bezig geweest om mijn kasten op te ruimen. Look how pretty. Heel netjes. En ook deze kast. Deze was echt de ergste. Alles lag gewoon op een hoopje. En nu heb ik allemaal mooi opgeplooid. Deze kast is ook heel netjes. En deze ook. Dus ik ben echt wel trots op mezelf. Maar bedden zijn nog niet opgemaakt. Er staan heel veel dozen nog die weg kunnen. En er staan ook nog heel veel zo van die zomerdecoratie en zo. En we zijn ondertussen oktober, bijna toch. Maar als jullie deze video zien is het oktober. Dus ik dacht dat het misschien wel leuk zou zijn als ik mijn kamer een beetje meer versier in herfstthema. En hem gewoon helemaal ga opruimen. Dus ik was aan het denken om misschien naar de Action te rijden. En daar is te gaan kijken of er leuke spulletjes zijn. Dus ik neem jullie mee. Ik heb ook echt de mooiste outfit aan vandaag. Deze Avo&Cado trui. Met mijn mooie joggingbroek en mijn kousen. Ik ben aan het twijfelen of ik misschien een jeans zou aandoen om naar de Action te gaan. Want altijd als ik er niet uitzie, dan kom ik altijd mensen tegen die ik ken. Maar ik heb echt geen zin om een jeans aan te doen, want deze jogging zit te goed. Dus ik ga gewoon zo. Oh my god, het is de eerste keer dat jullie mij gaan zien rijden. Dus ik heb mijn rijbewijs en dat is echt zo handig. Want nu kan ik gewoon zelf naar de Action rijden. Deze video is by the way niet gesponsord door Action of zo. Oké, let's go. Ik hoop dat mijn camera gaat blijven staan. Als die valt, die gaat sowieso vallen. Ik voel het gewoon. Er staat daar een camionet achter mij. Oké, zo. Close. Oké, mijn camera staat nog recht totdat ik begin te remmen. Maar dus, ik ga naar de Action, want ja, het is zo kouder. Oei. Want het is kouder buiten en ik weet niet, ik ben zo wel een beetje in de herfstvibes. Ik heb het wel gehad met de zomer. Dus ik dacht, ik ga een paar pompoentjes. Dus ik dacht, ik ga een paar pompoentjes en zo gaan kopen. Omdat ik dat echt wel te cute vind. En ik ben echt zot van pompoenen. Dus ik wil er een paar voor op mijn kamer. Dat zou gewoon echt nice zijn. Merci beaucoup. Wow! Daar ging hij. Ik heb het gehaald. En mijn camera leeft nog. Mondmasker, zeer belangrijk. Het moet bijna niet meer. We zijn by the way nu donderdag 30 september. Maar als jullie deze video zien zijn we al oktober. Dus dan moet het misschien niet meer. Denk ik, nee, dan moet het gewoon al niet meer. Yes. Oké. Let's go. Kerstspullen, oh my god. Got it. I'm back. Ik zal jullie heel snel laten zien wat ik heb gekocht. En dan ga ik beginnen aan mijn kamer. Zo'n grote verandering gaan er niet zijn, want ik doe vooral altijd een grote transformatie bij kerstmis. Maar ik heb toch wel een paar leuke spulletjes die ik op mijn kamer kan zetten. Als eerst deze lichtjes. Dan een lekker cozy, zacht wit dekentje. Ook kerstlichtjes, maar eigenlijk ga ik ze gewoon denk ik rond mijn bed hangen. Gewoon als verlichting, want mijn lichtjes zijn kapot. Dan heb ik deze kleine, schattige pompoentjes gekocht in de AVB. Naast de Action was de AVB. En die zijn zo schattig. Ik heb ook nog dit gekocht. Allemaal zo herfstdingetjes. Nou, een plakband en sokken, maar dat had ik echt gewoon nodig. kamer is klaar. Echt een heel ander zicht. Ik heb lichtjes gehangen. Ik heb hier ook zo allemaal herfstspulletjes gezet en ook lichtjes, pompoentjes, schattig. En heb ik mijn bedden natuurlijk ook mooi opgemaakt en hier ook. I am happy. Zo, het is nu ondertussen al bijna 10 uur 's avonds, dus ik ga me voorbereiden op morgen. Want morgen heb ik een hele dag les op de UNIF. Dus hierbij ga ik de video afsluiten. Het was misschien wel een korte video. Het is daarom ook een random vlog natuurlijk. Vanaf nu ga ik elke dinsdag een nieuwe video plaatsen op mijn YouTube kanaal. Dus hou dat zeker in de gaten. Vergeet niet te abonneren. Een duimpje omhoog te doen. Mij te volgen op Instagram. En er staat ook een linkje naar de Avo&Cado sweaters in de beschrijving. Dus check ook zeker de beschrijving. Bedankt voor het kijken. Ciao, ciao.